Hallo mensen van het Gamepartaal, ik ben Remco van Pozen. En vandaag heb ik voor jullie weer een hele nieuwe mod spotlight. En vandaag hebben wij niet zomaar, maar we hebben de ATV's. Je hebt natuurlijk een boot, je hebt een paard, je hebt een piggy waar je op kunt rijden. Maar dit zijn de ATV's, oftewel de all-terrain vehicles, zoals je ze bijvoorbeeld in GTA kent. En laten we er eens gewoon naar kijken. We hebben hier de Tier 1 ATV, we hebben die Tier 2 ATV en we hebben de Tier 3 ATV. En eigenlijk wil het gewoon zeggen dat de Tier 1 het langzaamst is en het langzaamst, sloomst en het langzaamst gecombineerd is het langzaamst. Zet dan in de comments hashtag langzaamst. Oké, de Tier 2 is gewoon iets sneller en de Tier 3 is gewoon nog veel sneller. Hoe maak je ze nou? Nou, je hebt iets nodig. Je hebt een tier 1, tier 2, tier 3 engine nodig. En dat maak je met bijvoorbeeld tier 3 is met diamonds gemaakt. Tier 1 met iron en diamond gold. Dan heb je nog een seat nodig, tire, handlebars, ATV body en allemaal die soort dingen. Nee, dat werkt hier niet. Nee. We hebben dan ook nog, even kijken, de crude oil deposit nodig. En dat maak je door sandstone te smelten. Dan kun je petroleum product maken en daar kun je dan zeg maar de rubber voor de tires mee maken en voor de seat en zo. Maar laten we gewoon eens eventjes wat neerzetten waar we overheen kunnen rijden. Zo. Want het kan wel zeker, je kunt gewoon op die dingen en ja, zoals het al zegt, een ATV. Ik ga gewoon eventjes op de diamond, want die is gewoon snel. We hebben zelfs geluid. Ik ga wat geluid zachter zetten. Anders is het wel heel hard. Kijk, en je kunt gewoon overal overheen. Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een paard, alleen gaat hij veel sneller. Kiek de al, jongen. Ik kan gewoon alles aanrijden. Hier gaat dood. Pak. Ik dat wou wel zeggen. Zo, ga dood. Maar hoe vet is het? Kijk dan hoe snel je gaat. En dan komt zo. En we zijn er overheen. En het ziet er ook nog gewoon goed uit. Kijk, je zit er gewoon echt op. Ik heb nog niet eens meer waar ik moet zijn. En wat ik het leukste aan deze mod vind, is eigenlijk nog wel dat we gaan we nog sneller. Is eigenlijk gewoon dat de ATV, mijn lesje is trouwens af, is dat die zeg maar ook een echte Minecraft uitschaling. Meestal als je dit soort mods van die models of zo, dan hebben ze ronde wielen en alles is gewoon netjes geanimeerd. En hier is het gewoon, je hebt vierkante wielen. En je kunt het ook kapot maken. Hoe weet ik alleen niet. Heel raar geluid. Ik weet niet. Hoe je hem kapot maakt. De wrench, nee, die hebben we niet. Dan kan die gewoon niet kapot. Dan is het één keer maken en dan ben je fucked. Maar het is dus gewoon, ja, hij ziet er gewoon echt lekker uit. Hij ziet er chill uit. En gewoon dat het nog even daar blijft dan en dan uit. Zo, het geluid is uit. Dus, dit was hem al. Laten we gewoon maar even naar de punten gaan. Nou mensen, laten we gewoon maar even naar de punten gaan. En deze punten, ja, dit is een hele simpele mod. Het voegt niet heel veel toe, maar ik vind wel dat deze mod gewoon een 8 verdient. En waarom deze mod een 8 verdient, is omdat het is goed uitgewerkt. Het is niet heel makkelijk om er eentje te maken, want het is natuurlijk best wel een redelijk ding. En dat vind ik er gewoon allemaal goed aan. Dus daarom krijg ik deze mod een 8. Het leuke geluiden, slim bedacht, veel recipes erbij, wat leuk is, vind ik altijd. Dus daarom krijg je deze mod nacht. Mensen, ik zie jullie volgende week weer. Ik hoop dat jullie gisteren allemaal een hele fijne Koningsdag hebben gehad. En dan zeg ik, fijne vakantie. Tot volgende week. Wow, slime. Wow.
En dan zie ik jullie met een nieuwe mod. Vergeet nog even niet te abonneren op het gameportaal en op mij, Varpoza. En natuurlijk even een like achter te laten. En dan zeg ik mensen tot de volgende keer. Bye!